Welkom bij Topstaat, een rubriek waarin we iedere keer één motor occasion model in het zonnetje zetten. En dit keer een motorfiets die de meeste mensen bestempelen als een regelrechte hooliganbike. Een 690cc, één cilinder met hele scherpe lijnen en een zithouding die werkelijk de aanval opent op iedere bocht. Nou, welke motorfiets hebben we het over? De KTM 690 Duke. Nu alleen nog even een motorzaak vinden die er eentje heeft staan. Kijk, gevonden. We gaan naar Eibergen. Het begon allemaal in 1995 met een eenvoudig idee. Plak een motorblok met grote cilinderinhoud in een lichtgewicht chassis of zet gewoon een enduro op het wegdek met wegbanden. Tada, de KTM 620 Duke was geboren. Bij de lancering maakte de 620 Duke zo'n 50 pk en was daarmee de krachtigste single van zijn tijd. In 1998 werd de 620 vervangen door de 640, die wat meer koppel produceerde en betere remmen aan boord had. En zo groeide de steeds populairder wordende Duke in 2008 naar de 690 versie. Die versie wist het vol te houden tot 2020 en is nu vervangen door de 790 en 890 Duke. 8, een mooie uit. Ah, kijk, hier staat hij jongens. 690 Duke. Nou, die ziet er nog hartstikke netjes uit, moet ik zeggen. Akapovic uitlaatje erop. Ah, groene plaat zit er al op, dus we hebben rekening gehouden met mijn proefritje zo meteen. Nou, ziet er netjes uit. Ik ga Ronnie er even bij halen. Ronnie, kerel. En zo ziet hard werken er dus uit. Ja. Bij jou. Nou, ja. Goed zo. Hey, ik heb even wat vragen over die 690 Duke. Ik loop even met je. Kijk, die heb ik er al. Ja. Ronnie, in 1995 begon het eigenlijk allemaal, hè, voor de Duke, want toen gooide KTM eigenlijk een heel zwaar eencilinderblok gewoon in een licht chassis met een paar wegbanden en dachten, gaan jullie maar gewoon veel plezier op de weg hebben. Maar wat maakt deze serie nou eigenlijk zo speciaal? Is dat inderdaad dat funbike gehalte? Ik denk dat je het funbike gehalte overal terugziet bij KTM. Ja. Nu ook in de nieuwere varianten van de 97 en de 890 die er nu aankomt. Ja. Dit modelletje speciaal heeft in 2016, dacht ik, een balansas gekregen waardoor die minder trilling. Ja, precies. Het is eigenlijk alleen maar makkelijker en soepeler werd, ja, om mee te rijden. Ja. Maar in hard is het dus echt in de hele serie, die nog steeds eigenlijk alleen maar sterker lijkt te worden, hè, nu zoals je zegt met die 890. Het blijft puur draaien om de ultieme funbike eigenlijk. Het DNA van KTM, denk ik. Hey, en dan heb je zo'n 690 Duke in de garage staan. Maar wat ben je nou jaarlijks kwijt aan deze motorfiets, hè, qua onderhoud? Afhankelijk van hoeveel kilometer je rijdt natuurlijk per jaar. Veel, veel. Heel veel. Het begon bij 7.500 kilometer interval. Dus om de 7.500 kilometer een kleine beurt, 15.000 kilometer een grote beurt. Ja. Bij deze zit dat nu op 10.000 kilometer. Ja, en als ik een schatting mag maken van onderhoud, dan zitten kleine inspecties tussen 150 en 200 euro. Ja. En een grote inspectie waar standaard onderhoud gepleegd wordt, zo rond de 450 euro. Ja, precies. En dat is dan nog ex de normale slijtage qua blokken, ja, en kettingen en uiteraard banden. Ja. Oké, okay, maar als ik hem nou wil kopen, waar moet ik dan op letten? Zijn er nou echt gebreken met deze motorfiets bijvoorbeeld? Nee. Het zijn niet echt gebreken. We gaan er natuurlijk wel vanuit, het is een hoogvermogende eencilinder. We gaan er dan wel vooruit dat hij gewoon goed geserviced wordt. Ja. En, wij kunnen natuurlijk altijd inzien of er technische updates openstaan en dat soort dingen. Ja, dat is waar, want ik wilde hem al bijna van marktplaats gaan halen. Maar jij zegt dus eigenlijk met zo'n eencilindertje moet je wel oppassen dat hij wel zijn onderhoud krijgt. Omdat, ja, het zo'n sterk motortje, ja, is eigenlijk, een krachtig blok. Ja, dat is wel belangrijk zeker. Ja. Ja. Dus jullie toegevoegde waarde eigenlijk daar als motorzaak nog eens een keer in van jij weet inderdaad ook of die updates gedraaid zijn, want dat heeft hij nog af en toe, gewoon software updates. Daarnaast inderdaad de historie vaak. Nou ja, we kunnen de hele historie inzien, we kunnen zien of alle updates gedaan zijn en dat is niet alleen maar software. Ja, ook het onderhoud. Ook het onderhoud, ja. Ik denk dat echt wel belangrijk is bij dit type dat gedaan is. Ja, okay. Nou, dat bewijst maar weer jullie toegevoegde waarde dan in deze. Maar dan wil ik het ook even hebben over verkrijgbaarheid. Hè? Want hoe moet ik nou kijken naar die 690 Duke? Is die schaars? Is die heel erg goed verkrijgbaar? Hoe zit dat een beetje in Nederland? Op dit moment hebben we er twee staan, maar over het algemeen in het seizoen is het geen motorfiets wat bij ons lang in de showroom staat. Ja. Dus, hij is één gewild, ja, maar je hebt wel aanbod. Redelijk. Redelijk aanbod. Ja. Okay, nou, dat zal landelijk ook wel zo zijn, denk ik. Dus we kunnen ik denk hem dat niet dat schaars... een landelijk beeld is, maar... Ja. We zullen hem niet schaars noemen, maar je kan ook niet overal heen. Ik denk dat er heel veel re-import binnenkomt om die schaarste dan
Oké, en dan natuurlijk de prijs, hè? Want dit model zoals je er zo uitziet kwam voor het eerst uit in 2012. Maar hoe liggen ongeveer de prijzen van deze 690 Duke? Stel je hebt een hele oude of een hele juist jonge. Vanaf 2012 zullen ze ongeveer te koop zijn vanaf een €5000, denk ik. Dit model zit op 72,5, die is van 2017. Ja. Vanaf 16 zijn ze trouwens met de ABS verkrijgbaar. Ja. En het sterke punt is natuurlijk, wat zit er op en aan? Je kunt er hem heel erg naar je eigen smaak. Ja, precies. Hier zit bijvoorbeeld een AK onder. En dat is eigenlijk het enige wat onder deze zit trouwens. Een AK. Maar je kan ze zo gek krijgen als je wilt. Daar staat er eentje met inderdaad rimstriping, noem het dan maar op. Ja. Je kan eigenlijk alle kanten op met deze kentekenplaathouders, handvakverwarming, valbeugels. Ja. Heel veel oranje spulletjes. Ja, dat hoort erbij. Maar wat is bijvoorbeeld de duurste versie met alle powerparts erop die jij al gezien hebt? Ja, maar dan ga je ook ombouwen naar een Stage 1 kit. Dan ga je motorisch ook aanpassen. Ja, dat willen we. En dan daar kost het veel meer natuurlijk. Ja, dat doen ze ook. Dus dat ik er zo'n ding aan zou kleden, zo'n 2017? Ja, ik denk dat je ze €3000 er zo aan kunt hangen als je dat zo wilt. Dus dan zit je ongeveer op €10000 voor een 2017 model. Oké. Hey, ik wil eigenlijk wel een klein rondje maken met hem. Mag dat? Dat kan toch? Zeker, de groene plaat zat er al op. Ja, we hebben er rekening mee gehouden. Oké, dankjewel. We gaan. Oké. KTM 690 Duke. Ja, jeetje. Wat moet ik zeggen? Deze is echt nog niet zo oud. 2017. Dus het rijdt nog steeds natuurlijk gewoon supergoed. Waar zit hem dat een beetje in bij deze machine? Ja, hij is natuurlijk heel compact. Heel klein. Ik ben zelf vrij lang. Maar dus het voelt helemaal alsof je op een compacte motorfiets zit. Maar dat is die ook. Hij is klein, licht, verschrikkelijk wendbaar. En dan met een enorme potente 1-cylinder eronder van 690cc. Die ook inderdaad een balansas heeft gekregen nu, waardoor die ook nog eens een keer helemaal trillingsvrij loopt. Dus als je gas geeft, als je echt toeren maakt, dan voel je hem bijna niet. Terwijl die gewoon ontzaggelijk lekker aan het knorren is. Want geluid is ook zo'n beleving van dit apparaat. Je hoort hem continu knorren. Hij knalt lekker als je het gas dichtdraait. Oftewel, het complete pakket licht, enorm wendbaar. Elke bocht is een feest die je tegenkomt. Ja, nu niet, want het is middenwinter en hij geeft een ice warning. Maar elke bocht is een feest bij dit soort motorfietsen. Ja, we zeiden het al. Funbike, pretpakket.